Hoi, zoals jullie drie mensen al hebben gezegd. Um, welkom bij deze QA. Ik heb op mijn Instagram gevraagd op, om QA-vragen van jullie. En uh, daar, ik zei net hoi, omdat drie van jullie al hoi alle hadden gestuurd. Dus daar, dat is mijn antwoord. Al op drie vragen hebben we dat ook alweer gehad. Uh, ik zit lekker thuis deze QA op te nemen. Dat zijn jullie vast niet gewend voor mij met QA's. Omdat ik dat dus dan meestal um, in de tuin opneem uh, met. Met mijn stoel en mijn 30 zonnebrillen. Dus ja, we gaan eigenlijk gewoon maar een soort van paar vragen beantwoorden. En we gaan het zo leuk mogelijk maken. Ook al zitten we hier lekker thuis. Allemaal. Als het goed zit je ook thuis. Nou, als je niet thuis zit, ga naar huis. Want thuisblijven is goed. De eerste vraag is van Lieke. En dat is de vraag: hoezo ben je begonnen met YouTube? Ik ben begonnen met YouTube, omdat ik zin had om filmpjes te maken. Ik maakte eigenlijk ja, kwam ik achteraf achter dat ik eigenlijk al echt al vanaf mijn. Zesde of zo, of al eerder eigenlijk filmpjes aan maken was, maar dan met zo'n V-Touch-ding. Zo'n soort game-film-ding. Nee, eigenlijk dus eigenlijk gewoon een telefoon, maar dan totaal geen telefoon. Uh, die spelletjes waren echt heel suf, maar ja, dat was eigenlijk toen een beetje mijn leven. Um, en ja, daar maakte ik eigenlijk heel veel filmpjes met uh, gewoon met mijn gezin of met vrienden of zo. Uh, en dat was uh, heel erg leuk. En toen ben ik een uh, privé-kanaal gestart. En uh, ik heb laatst nog gekeken, tussen april en augustus had ik dat privékanaal en in augustus ging ik met Tijn Games uh, Eerst wilde ik overwegen om, om gewoon dat kanaal openbaar te maken, maar achteraf ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Want de filmpjes die erop stonden waren best, ja, waar je jezelf, het was niks heel raars, maar gewoon waar je jezelf een klein beetje voor zet. De volgende vraag is van IJsje 94. En dat is: waarom is een hete vliegveld een vliegveld terwijl het niet kan vliegen? En jongens, dit is nou een vliegveld wat jullie hier achter mij zien. Een heel mooi vliegveld. Um, die trouwens nu grotendeels niet open zijn. Um, het heet een vliegveld omdat er vliegtuigen in zijn. En die kunnen wel vliegen. Maar ja, je zou denken natuurlijk, het is een veld dat vliegt. Als je het niet beter zou weten. Wat vind je van België? Is de vraag van meneer Roen J.T. Meneer MR. Ook al wel bekend als Roen Roenski. Uh, de vriend van Tigro TV. Tigro TV heb ik al lang niet meer gezien op mijn Instagram. En in de comments. Oké. Okay. Trigel TV als je dit kijkt. Hoi. <laughs> uh, wat vind ik van België? België is een mooi land. Dat was het eigenlijk. Het is gewoon, ja, gewoon een mooi land. Dat is Nederland. Prima. Wat doe je nu in corona? zoals je ziet zit ik nu in corona. Dus hier welkom in corona. En ik ben nu deze video aan het opnemen. Nee, ik snap wat je bedoelt in de tijden van corona. Uh, Gamen, Minecraft, video's opnemen, een beetje op mijn telefoontje en af en toe naar buiten gaan. En verder eigenlijk gewoon niet zo heel veel. Wat vindt met DT jij van kaas? Ik vind Ka nee, uh, ik vind kaas lekker. Oh, dat is best lekker. Wil je me giften in Fortnite? Nee. Fortnite is... Ik wil kaas. Um, Oké, okay. nou in ieder geval, uh, 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 zegt Kai. Vorige was trouwens Just a Fish. Kai, jij wil kaas? Nou, in ieder geval Just a Fish. Kai houdt heel erg van kaas. Hier, heb je kaas. Alsjeblieft. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Als ik trouwens niet in de camera kijk, dus als ik zo kijk naar mezelf, wat waarschijnlijk heel vervelend is, uh, dan komt dat omdat ik zo belicht ben dat ik eigenlijk het puntje waar ik in moet kijken op de telefoon niet zie. Wat vind je van je YouTube-kanaal? Ja, prima. Uh, pff, ja. Is niet kijk, er zijn mensen die het beter doen, maar er zijn ook mensen die het minder goed doen. En ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. De laatste tijd is het wel qua abonnees gewoon natuurlijk gewoon nog steeds omhoog. Maar. Ja, de, de views en likes die vallen flink tegen vergeleken met vroeger. Vind ik persoonlijk. Maar ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik verder me ook best veel. En gewoon ook omdat sommige van jullie het nog steeds kijken. En het is nog steeds best een aantal hoor, die het kijkt. Maar uh, ja, om mij gewoon een beetje duidelijk te maken dat je kijkt. Want weergave zegt niet zo heel veel, aangezien je ook heel vaak. De video opnieuw kan kijken en mezelf om dingen te checken. Ook uh, heel veel naar de comments te kijken. Ook vaak de video moet kijken. Is het is ook even fijn als je bij elke video even een duimpje achterlaat. Dat kost heel weinig moeite en daar help je mee heel veel mee. Uh, vooral dus om die reden. En mijn video's worden snel aanbevolen voor mensen. Dus dat is ook leuk, want dan kijken meer mensen mijn video's. Uh, wie is jouw idol? Uh, wie is mijn idool? Bedoel je er, waarschijnlijk. Mijn idool is. Uh, heb ik een idool? Nee, ben je kaal en lust je kaas? Nou, zoals je al eerder hebt gehoord, ik lust kaas. Uh, ik ben niet kaal en ik lust wel kaas. Dat is het antwoord. Welk spel op de PlayStation lijkt je het leukst uh, om te spelen die je niet hebt? Uh, ik denk gewoon. Ja, het lijkt, ik heb niet per se spellen die ik heel graag wil, maar dan gewoon FIFA 20. Ik, ik hoef het niet heel graag, dus daarom heb ik het ook niet. Um, maar dat is de enige soort game die ik die me eigenlijk niet aanspreekt at the moment. Wie vind je de slechtste YouTuber? Vaco Games. Dat is deze guy. Yo, Vaco Gamers, Larsje hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Two Point Hospital. Ja, dat dus. nee, hij is. Nee, hij is wel een legend, maar hij is wel raar. Uh, King Alert natuurlijk. Nou, natuurlijk, dat, ik weet niet of dat, is goed, uh, of, dat is aardig is om te zeggen, maar. Uh, Alert, Dutch YouTuber eigenlijk. Aan ah, Mick, maar ik kijk zijn video's wel. Omdat hij doet. Hij, ja, het is ijs van de clickbait. Houd je van appelmoes? Zeg mijn instanaam AUB. Mijn instanaam AUB. Is dat goed? Heb ik het goed gedaan? Mijn. In ik moest zeggen. Mijn insta. Zeg mijn instanaam AUB. Zoals dus het goed is, is het dan zo gelukt. Top. Waarom heten rendieren rendieren terwijl ze vliegen? Zover ik weet, vliegen rendieren niet. Ik weet niet wat jij denkt. Mensen, dit was het voor deze QA. Dit was wat anders dan normaal, want dit is in mijn huis in plaats van in mijn achtertuin. Groot verschil: wel een hele meter. Dat was het weer voor deze video. Vond je dit nou leuk? Druk dan zeker even dat duimpje omhoog. Abonneer beneden. Druk op het belletje. En uh, join ook allemaal even de Tynem server. Dit is het IP. Road to de 500 abonnees. Doei. 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 Groeten. Doeg. Blijf thuis. Doei. 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 Flik erop. Gast. Ga weg. Gap. Gappie. Ga weg. Gast. Jij ja, gaat nu weg, oké?